Wethouder Jan Marten van Rees, u bent toch aanwezig, ondanks al die coronaperikelen. U mag weer hier aanwezig zijn? Ja, ik ben 2 weken lang echt flink ziek geweest van de corona. En medio vorige week begon het herstel zeg maar in te treden. Mijn vrouw en dochter herstelden sneller dan ik, want we waren alle 3 ziek. En deze week ging het goed, alleen ik bleef een beetje hoesten. En ik heb mij gisteren voor de zekerheid laten testen. En die test was negatief, dus daarom ben ik vandaag hier bij de vergadering aanwezig. Maar ik merk wel dat zeg maar, corona pittig binnenkomt, want ik ben vanuit stilstand gaan rennen deze week in de vergaderschema. En ik merk wel dat ik nog niet 100% de oude ben en het zal misschien nog wel een tijdje duren. Maar wel fijn dat u er weer bent. En hoe vond u het gaan om uw betoog toch te kunnen geven? Ik moest wat rustiger praten, omdat ik elke keer een hoestprikkel heb. En dat wil ik eigenlijk niet, want dan ben je heel de tijd aan het hoesten. Maar het ging goed. En ik vind ook de vergadering tot nu toe heel beheerst en heel goed verlopen. Dus ik hoop dat we dat kunnen volhouden, de rest van de vergadering. Ja, en wat denkt u? Komen er nog pittige vraagstukken aan de orde? De prikkelende vraagstukken zijn wel bekend, denk ik. En daar gaan we zeker in de tweede termijn opnieuw over horen. Dank u wel. Bedankt voor de medewerking. Ik kan nu weer verder kijken. Graag gedaan.